Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag weer een nieuwe boekenvideo voor jullie. Achter mij staat mijn nieuwe TBR-kaart. En ik heb vandaag voor jullie de gekochte boeken in de maand mei. Deze maand ben ik begonnen met een soort challenge voor mezelf. De maand mei is eigenlijk zo rommelig verlopen als in ik kwam niet door een boek heen. Ik had het idee dat ik op iemand moest wachten. Toen had ik weer nieuwe hobby's ontdekt. Toen hadden we een nieuw spel dat mijn vriend en ik met onze gezamenlijke beste vriend spelen. Waardoor ik echt gewoon bijna geen tijd om te lezen. Ik heb veel afspraken in de avond gehad. Waardoor als ik dan in bed ging lezen, ik eigenlijk na een half uur in slaap viel. Maar ik heb een soort van beloningsding. Ik zag op Instagram bij meer boeken voorbij komen. Maar als ik 3 boeken lees, mag ik 1 boek kopen. Met een paar uitzonderingen. Als ik een boekshopping trip heb, is een uitzondering. Week van spannende boek, boekenweek, kinderboekenweek. Dat soort dingen. En ja, uitjes. Dus als ik een keer bijvoorbeeld een dagje weg zou gaan. Ik zou een weekend bijvoorbeeld. Ik woon zelf in Brabant. Maar stel, ik zou bijvoorbeeld een weekend naar Amsterdam gaan. En ik kom daar een boekwinkel tegen. Dan wil ik daar naartoe. Dan mag ik van mezelf een bepaald boek kopen. Dan moet ik daar van tevoren wel een budget voor opstellen. Maar op zich gaat het wel redelijk. Er staan dus niet zo heel veel boeken. Maar ik ga dus ook laten zien, desnoods in screenshots, welke boeken ik bijvoorbeeld van de Beep. Of de kringloop of een mini-beep heb. Maar ook heb ik een boek. Heb ik in mijn boeken wrap-up video al gezegd. Ik had een boek gepre-orderd. En die is deze maand kwam die op de bus. Uit de bus. Door de bus. En het is De Campingmoord van Carrie en Eddie. Dus ik dacht echt, die ga ik lezen. Maar ja, zoals ik al zei, ik heb niet echt heel veel tijd gehad om te lezen. Dus ik ben hier super blij mee. En zeker omdat pindakaasmoord zo goed bevallen was. En ik had een... Het regent trouwens echt heel hard, mocht je dat horen. Een leuke quote, handtekening, persoonlijke boodschap erin. En ja, ik ben hier echt heel benieuwd naar. Gezien het nou gewoon zo'n druilerig weer is, zou ik bijna zeggen, ik ga hem lezen. Weet het niet dat we nog niet... Ja, op het moment dat jullie zien is het denk ik het laatste weekend... Of misschien het eerste weekend van juli. Maar in ieder geval, we zitten nog in mei. En ik heb nog meer dan de helft van mijn TBR-list liggen. Ik leg ook gewoon mijn boekenleggers. Deze zijn niet van deze keer. Maar als ik boekenleggers heb, leg ik ze ook even bij. Misschien dat ik binnenkort mijn vaasje, waar mijn boekenleggers in zitten, erbij zet. Ik bestelde dus, doordat ik 3 boeken uit had. Ik zou trouwens hier ergens een plaatje plaatsen van welke 3 boeken ik uit had. Feilloos. Nee, wacht. Het is One of Us is Next. Feilloos. En Bright, denk ik. En daarvoor kocht ik deze. Ik wou Just for the Summer eigenlijk hebben. Maar toen hoorde ik van Rachel, volgens mij, dat ze het eigenlijk een hekel had aan dat er zo iemand was die zei, je moet eigenlijk eerst die en die boeken lezen. Wil je het boek net zo goed binnenkomen als dat het bedoeld is? En daar was dit het eerste van, Part of Your World. Het stond ook al op mijn lijstje daar niet van, maar ik dacht gewoon, hè, zomer, Just for the Summer. Dus de kans is groot dat ik het volg als ik deze heb gelezen. En een van de 3 is dat ik daarna het volgende deel bestel. Ik weet al niet meer welke dat is, eerlijk gezegd. Zo, het regent een partij. Maar het is in het Engels. En zoals het er nu naar uitziet is het best prima te lezen. Dus die ga ik binnenkort ook wel lezen. Zin in. Allemaal boeken die ik ook graag snel wil lezen. Dus dan denk ik ook, oh, niet zo erg dat het wat meer... Ik weet niet, ik denk er dan meer over na of zo. Iets waar ik iets minder over had nagedacht, maar wel al 36 keer in mijn hand had gehad voordat ik het kocht. Was, ik zou eigenlijk gaan boekshoppen laatst. Maar het ging allemaal niet door vanwege omstandigheden met de mensen die ik ging. En toen had ik gewoon die hele week al een beetje een meh-week. Dus ik dacht, ik vind dat ik toch iets voor mezelf mag kopen. Het was niet helemaal de uitdaging, maar het was wel binnen het budget wat ik voor mezelf had opgesteld voor het boekshoppen. En ik kocht de Dirty Air series, ook in het Engels. En nou wouden we met een ander boekenclubje, wouden we Collided lezen, maar dat is deel 2. Dus ik vraag me af, ga ik dan eerst deel 1, dan deel 2 lezen? Ik weet het niet, maar ja, een hele serie in één keer gekocht. En deze had ik bij de Bruna gekocht. Bij de Bruna. Ik had die andere gepreorderd gewoon bij. Deze gepreorderd bij.
gewoon bij hunzelf, bij de uitgeverij. En Just for the Summer, nee, die andere. Part of Your World had ik via Amazon. Ja, dat waren mijn boeken die ik had gekocht, geleend, gehuurd, gekregen in de maand mei. Ik had eigenlijk een boekenruil, maar die persoon heeft niks van zich laten horen. Dat was jammer. Maar ja, ik heb wel mijn boekbuddy hopelijk een leuk boek cadeau gedaan. Dus hopelijk is zij daar blij mee. En ik hoop gewoon dat in de maand juni het allemaal wat beter gaat. Ik ga meteen erachteraan ook maar eventjes mijn TBR voor juni opnemen. En dan staan mooi deze boeken in de volgende video hier ook nog. Maar dan weten jullie welke het zijn. Maar ja, ik heb net mijn TBR-kaart ingedeeld en geen ruimte meer. Super slim. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en tot ziens. Bye!